Ik ben uitgenodigd door Carla van Willemstad Resort. En zij gaf me als tip, kom naar het ontbijt. Nou, helemaal goed. Ik laat me graag verrassen. Lekker hoor, zo'n gezond ontbijt. Waar zitten we nou precies van Curaçao? Je zit midden in de stad, op het hoogste puntje van Otorobanda. En wat voor soort vakantiegangers kies je nou precies voor dit resort? Dat is heel divers. Dat kunnen zijn mensen die voor een eenpersoonskamer komen omdat die betaalbaar zijn. Maar die hebben een gedeelde douche- en toiletruimte. Het kunnen ook stelletjes zijn, mensen die voor twee of drie of meerdere persoonskamers kiezen. En hoe lang kan je dan maximaal hier verblijven? Er zit geen maximum aan. We kunnen hier bijvoorbeeld 3 maanden verblijven of 6 maanden, het ligt eraan of ze voor werk of voor stage zijn. Want wat voor soort appartementen bieden jullie aan? We hebben vanaf 1 persoons, dat is dan echt voor mensen die alleen reizen. We hebben gedeelde douche- en toiletruimte aan de aangrenzende hal. Dat zijn ook betaalbare kamers. We hebben ook kamers voor 2 of 3 personen, maar we hebben ook appartementen waar je met meerdere mensen in kan. En waar staan jullie onbekend? Gezelligheid, veilig en schoon. En wat zijn nou extra services welke jullie aan kunnen bieden? Wij hebben zelf autoverhuur, dat kan al vanaf 1 dag. We hebben eventueel excursies die we voor de mensen kunnen regelen. En dat kan dan zijn hier in het resort of naar Klein Curaçao. Nou, ik zou het heel leuk vinden om de buurt iets beter te leren kennen. Heb je misschien nog een aanbeveling voor mij? Jazeker. Ik zou hier vandaan naar de Pontjebrug toe lopen. Misschien heb je het geluk dat die open en dicht gaat. Is heel mooi om te zien. Bon dia. Mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk. Waar ga je naartoe? Ik ga naar Otorobanda. Is dat ver hier vandaan? Nee, dat is niet zo ver hier vandaan. Lopen het is ongeveer 1 minuut of 10, maar beneden ga je de berg af en dan ben je daar binnen 1 minuut. Stop, en die heb je hier gehuurd op het terrein? Ja, hier heb ik het gehuurd bij Willemstad Resort. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Je mag door. Hey, fijne dag, hè? Ja, jij ook. Joe, dag. Nou, Beppi, bedankt dat ik even wat van je vakantietijd mag afsnoepen, want jij verblijft op dit resort, hè? Ik verblijf op dit resort, ja. En hoe bevalt dat? Het bevalt heel erg goed. Het is de eerste keer dat ik hier ben. Ik ben wel vaker op Curaçao geweest, maar de eerste keer in dit resort. En ik moet zeggen, het bevalt heel goed. Prachtig zwembad boven, waar ik elke dag wel even in lig. Dus nee, de omgeving, het is allemaal helemaal goed hier. Echt specifiek gekozen voor een kleinschalige resort? Ja. Ja, dat klopt. Ik had al wel gezien van de all-inclusive resorts hier, maar daar ben ik niet zo van. En dit vind ik wel wat gezelliger. Ook de gasten die hier zitten, dat is allemaal wat gemoedelijker. Hè? Wat laagdrempeliger en ongedwongen. Zeker weten. Ja, valt helemaal goed. Bedankt voor het gesprek en geniet nog lekker van je vakantie. Ga ik zeker doen. Graag gedaan. Dit was Willemstad Resort alweer voor Soraya. Wil je nog meer informatie? Dat kan altijd. Kijk dan even op rtl.nl/lekkeropvakantie.